Wat is een beurs over duurzame energie zonder het meest hippe duurzame vervoersmiddel van dit moment? En 100% elektrisch. Nou, allereerst, ze zien er waanzinnig uit. Dank je. Maar wat maakt ze nou zo 100% duurzaam? Het is natuurlijk een elektrische motor. En daarnaast kun je er inderdaad gewoon met 40 cent per 100 kilometer kun je niet zuiniger rijden. Het is hetzelfde als waar ik kom aanrijden, toch? Klopt, helemaal. Dat is een sterke punt van Ebretti, dat je dus een scooter volledig kan customizen. Je kiest je eigen kleur, de bekleding van je zadel, de accu die bij je past en je hebt een unieke scooter. Dit zijn twee accu's. Dit zijn totaal twee accupakketten inderdaad. En daarmee kun je gewoon zeggen, ik haal er eentje uit. Je laat hem op en de volgende dag gewoon weer terug. Hoe krijgen we nou die ruim 700.000 vieze benzinescooters van de weg? Het is voordeliger om het te rijden. En daarnaast heb je zo het onderhoud. Het onderhoud is een stuk lager. We hebben hier gewoon een borsteloze elektromotor. En that's it. Plus je bent duurzaam bezig. Plus het is beter voor mensen en milieu. Dat is de toekomst. Daar gaat het wel naartoe. Uiteindelijk gaat iedereen elektrisch.